Het is gewoon prachtig om mee te maken en te zien. Een heel nieuw stadion, gigantisch groot, allemaal vrij nieuw. En ja, als je dat allemaal hoort wat het allemaal gekost heeft. 1 miljard, wat hij dat staat te vertellen. Dus het is behoorlijk wat voor zo'n stadion. Een veld wat in drieën eruit kan gaan binnen een half uur. En dat gaat op een parkeerplaats. En daaronder komt dan een kunstgrasveld naar boven waar ze NFL op spelen. De langste bar van Europa, van de cornervlag tot de cornervlag. Nou ja, zie je het voor je op onze Zuidtribune, zo'n bar. Nou, dat zal iedereen fantastisch vinden. Ja, dit is een mooi stadion. Dat is een understatement. Dus, Ik heb in Madrid gespeeld. Daar kunnen we er 100.000 in. Dat is wel lang geleden hoor. Lang geleden, maar dat was ook immens. En dat was ook een hele belevenis. Hoe is dat voor een speler om in zo'n stadion te spelen? Ja, ik zat net te vertellen van het is gewoon prachtig. Als je zo'n stadion, alleen al zo'n training ziet en op zo'n stadion, ja, is prachtig. Het is gewoon heel leuk om mee te maken. Daar maken ze ook niet veel mee, hè, deze spelers. Er zijn er maar weinig die het meemaken in zo'n groot stadion te spelen. Ja, het is een stukje ja, de kers op de taart, hè, zeg ik altijd. Maar in zijn seizoen, als je de Europese haalt en als je dat soort wedstrijden dan mag spelen, is dat schitterend om mee te maken als speler, als trainer, als staf en als club zijnde allemaal. Ik heb zelf 2-2 gepoeld en dat hoop ik, dat denk ik. En het zou heel mooi zijn als het uitkomt. Dus, want we moeten ergens toch nog een punt sprokkelen als je ervan uitgaat dat we tegen Moura gaan winnen. Dan zou je tweede kunnen worden, maar dan moet je een van de twee uitwedstrijden, daar moet je een punt pakken. Geen heimwee naar het veld? Ja, dat vroegen ze net ook al. Maar het is hartstikke leuk, maar goed, die tijd heb ik gehad. Nee, geen heimwee meer.